Ik open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie VIRA. Heet u allen hier van harte welkom. Ook de mensen die op een andere wijze dit verhoor volgen. En ik vraag de gevierde getuigen binnen te leiden. Welkom, meneer Van Marrewijk. U wordt vandaag gehoord als getuige. En als getuige bent u verplicht de waarheid te spreken. Daarom zal ik u ook beëdigen voordat we met het verhoor beginnen. En dan vraag ik u zo met de belofte te bevestigen dat u de waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Wilt u met mij gaan staan? En mij nazeggen, dat beloof ik. Dat beloof ik. Dank u wel. Meneer Van Marrewijk, u was vanaf 2000 vijf jaar lang de sales manager bij Siemens. U was verantwoordelijk voor de treinaanbiedingen, aanbestedingen zoals die hier in Nederland zijn gegaan met Nederlandse vervoerders. Ja. Onder uw verantwoordelijkheid heeft Siemens in der tijd een aanbieding gedaan voor het hoge snelheidsvervoer over de hoge snelheidslijn. Ja. U had een aanbieding gedaan voor een V220, zoals we dat noemen. Een snelheid 220 kilometer per uur. Die zou dat kunnen rijden over de HSL-Zuid. En deze opdracht is uiteindelijk, zo weten we, gegund aan Ansaldo Breda. De commissie heeft vandaag in dit verhoor een aantal vragen voor u over het aanbestedingsproces van de treinen. En we maken daarnaast van de gelegenheid gebruik om ook met u te spreken over wat meer algemene zaken over de treinenmarkt, waar u veel van af weet, voor hoge snelheidslijnen in Europa. En met dat laatste beginnen we ook. En mevrouw Vos zal daarin de aftrap geven. Ja, meneer Van Marrewijk, fijn dat u er bent. Ten tijde van de aanbesteding werkt u dus bij Siemens. En Siemens is een bekende bouwer van treinen. En bouwt zowel gewone als hoge snelheidstreinen. En zo heeft Siemens bijvoorbeeld ook in Nederland de ICE gebouwd. Die rijdt hier ook. En in Duitsland rijden daarvan nog meer. Hoeveel treinenbouwers zijn er actief in Europa? In Europa, als je kijkt naar treinenbouwers, denk ik nou, vijf ongeveer, vijf grote ongeveer. En als je kijkt naar hoge snelheidstreinen, in die tijd hadden we eigenlijk Siemens, Talgo en Alstom, eigenlijk als de grote leveranciers van hoge snelheidstreinen. Dus eigenlijk van de vijf treinenbouwers waren er drie die hoogsnelheidstreinen konden bouwen in die tijd, zo rond 2000. Zo ongeveer, ja. Okay. En wanneer is er nou sprake van een hoogsnelheidstrein? Wat voor karakteristieken heeft zo'n trein? Die is zeg maar meer dan 200 km per uur rijdt. En in ons geval was de ICE 300 km per uur. En dat is hoogsnelheid. Dus als je meer dan 200 km per uur rijdt, dan is het in de definitie van u of van Siemens? Ja, van Siemens hadden wij zeg maar een opdeling van de ranges. Tot 160 km per uur was regionale treinen. Mm-hmm. Tot 200 km per uur, dat waren intercity treinen. En boven de 200 km per uur, en bij ons begon dat dan eigenlijk bij 250, 300 km per uur was het hoge snelheidsmateriaal. En bood Siemens op dat moment ook een trein aan die 220 kon? Of hoe moet ik dat zien? Nee, op dat moment hadden we dat niet in ons programma, nee. Oké. Okay. We hebben als commissie in de afgelopen maanden geleerd dat je Nederlandse treinen niet zomaar kunt inzetten in België of Duitse treinen in Nederland. Kunt u aan ons uitleggen, voor de leek, waarom treinen niet zomaar inwisselbaar zijn? Waar je niet zomaar op andere spoornetten kan rijden? Ja, in tegenstelling tot asfalt is de trein in alle landen is het net anders. Je hebt andere spanning, andere hoogspanning mm-hmm. kun je hebben. Mm-hmm. Ander beveiligingssysteem kan er zijn. En soms ook per land verschillend andere eisen voor de toelating. Dus vanuit die hoek kun je niet zomaar een trein op een ander spoor zetten. Dus het heeft te maken met die hoogspanning en eisen voor de toelating? Ja, met name dat, ja. Maar goed, we hebben een Europees net en om treinen beter op die verschillende types spoor te laten functioneren,
En dat wordt wel aangeduid als interoperabiliteit. Ja. Heeft de Europese Unie dus richtlijnen opgesteld en die worden TSI, genoemd. Dus Technical Specifications for Interoperability. En juist omdat die treinen specifiek ontwikkeld worden voor de infrastructuur waarop ze moeten rijden, gaat het nooit om hele grote aantallen die producenten maken. En enkele honderd treinen is dan al veel, toch? Ja. Kunt u ons schetsen wat ongeveer de gebruikelijke omvang is bij orders van treinen? Dat verschilt heel erg of je een nieuw type trein ontwikkelt of dat het een trein is die al bestaat. Bijvoorbeeld de treinen die Siemens aan NS geleverd heeft, de ICE, daarvan zijn er maar vier verkocht. Maar die vier waren ook precies hetzelfde als de treinen die, die voor de DB aan Duitsland geleverd waren. Dus dan is het, kun je een kleine serie kun je daarvoor maken. Wat is dan een kleine serie? Nou ja, vier is klein. Dus dat is een serie, dat was dus ICE speciaal voor Nederlandse eisen aangepast. Ja, maar de Duitse ICE-treinen die konden ook al naar Nederland rijden, ja. Althans een deel daarvan. Ja. En de vier die aan NS verkocht zijn, die waren eigenlijk identiek aan die treinen. Dus dan heb je een kleine serie, maar die sluit volledig aan op een serie die al bestaat. Dan heb je dezelfde trein. Oké, het zogeheten platform is dan die ICE en ja. Daarvan kan je de vier verkopen aan wie dan ook. Maar is er dan een gebruikelijke orde grootte of kan dat dus heel erg variëren van vier tot honderden? Nee, op het moment dat je dan eigenlijk een nieuwe trein moet ontwikkelen, mm-hmm. Omdat er bijvoorbeeld een nieuw land is waar je nog niet eerder gereden hebt, ja. Dan heb je wel een bepaalde grootte van aantal treinen heb je nodig om de eenmalige kosten die je dan hebt, mm-hmm. Om die over te kunnen slaan op het aantal treinen wat je hebt. En wat voor grootte moet ik dan denken? Ja, dat verschilt per project. Je hebt treinen die zijn 30 meter lang, maar je hebt treinen die zijn 200 meter lang. Dat verschilt natuurlijk ook nog. Nee, ik bedoel niet de lengte van de treinen, maar de ordegrootte. Nee, dat snap ik. Maar dan nog, als je in dit geval had je 16 treinen van ongeveer bijna 200 meter lang. Ja. Dat is natuurlijk meer dan als ze maar 30 meter lang zijn. Oké. Okay. Ja. En om wat voor bedragen gaat het dan? Per trein of per ordegrootte? Ja, welk type materieel bedoelt u? Nou, als we het hebben bijvoorbeeld over gewoon intercity materieel, dus tot 200, waar zitten we dan? Ja, ook weer afhankelijk van de lengte natuurlijk. Ja. Dus je kunt kijken naar... Nou, dat heb ik zo niet helemaal paraat. Maar, een ICE, misschien... Een ICE was in die tijd zo rond de 30 miljoen euro. Per stuk? Ja, maar dan heb je hoogsnelheidsmateriaal... En die is 200 meter lang. 200 meter lang en dan zit je op 30 miljoen per stuk. Dat is in die tijd ongeveer, ja. En hoeveel zou dat dan nu zijn? Dat zal iets meer zijn, denk ik. Ja, maar goed, rond die tijd 30 miljoen per stuk. Ik begreep het toch niet helemaal over wat nou de gebruikelijke omvang. Is er nou een gebruikelijke omvang als je dus een nieuwe bestelling maakt? Of is dat moeilijk te zeggen? Ik bedoel, moet je minimaal... 50 of minimaal 100 of minimaal 200 treinen afnemen? Je moet kijken naar, daarom is het ook zo belangrijk als je als de leverancier het bestek ontvangt, ja. Kijken naar welke eisen er in het bestek staan, ja. Om te zien als het meevalt met hoe moeilijk het bestek is, dan kun je ook de aantallen die je nodig hebt om een interessante serie te maken, die kunnen lager zijn. Hm. Als het een heel moeilijk bestek is, dan heb je veel eenmalige kosten en dan heb je eigenlijk meer treinen nodig. Om je eenmalige kosten, om het interessant te maken en om een productielijn daarvoor op te zetten. Of anders is je trein per stuk dus heel erg duur. Ja, is ook heel erg duur, ja. Oké, ik kijk even naar mijn collega. Nou, ik realiseer me dat er heel veel mensen meekijken en belangstellend zijn naar zo'n enquête. En ik denk dat er een aantal dingen zijn waar mensen gewoon niet zo goed gevoel bij hebben. Ja. Toch nog even een beeld, een gewone intercity en een hoge snelheidstrein. Ja. Wat is nou het prijsverschil gemiddeld, gewoon om en nabij, dat mensen een beetje een gevoel hebben... Ja, die zou ik eerlijk gezegd even, ja. Als je even kijkt naar de aanbesteding waar we het over hebben, dan is eigenlijk tot 200 kilometer per uur, ja, de 200 meter trein. Ja. Ik heb de prijs niet omdat we hem niet aangeboden hebben, maar ik denk rond de 15 miljoen dat je dan een 200 kilometer per uur trein zou kunnen. Oké, dus en dan is een... Echt een hoge snelheidstrein is al gauw, dus een omslag daarbij. Gewoon omslag, bijna twee keer zo duur. Dat is even voor het idee dat mensen een beetje een beeld hebben. Dan heb je een standaard intercity trein in die tijd, denk ik. Oké, dank u wel. En dan gaan we naar het volgende onderwerp. Het bestek van de trein die HSA uiteindelijk vroeg. Die uiteindelijk de Vira zou worden.
Siemens heeft zich in 2002 al aangemeld voor de aanbestedingsprocedure voor die trein op de HSL Zuid. Ja. En in die fase, we hebben dat vorige week ook met de heer Smulders besproken, kunnen dus geïnteresseerde treinenfabrikanten kunnen zich dan hun interesse voor de opdracht uitspreken. En dan worden ze beoordeeld of de treinenfabrikanten geschikt zijn om überhaupt zeg maar, te kunnen meedoen. Ja. En Siemens als gerenommeerde treinenbouwer die gaat probleemloos door die fase en is uiteraard geschikt. En krijgt dan ook in december 2002 het bestek voor die trein die Haas uiteindelijk wil, toegezonden. Ja. Kunt u voor de leek schetsen hoe zo'n bestek er ongeveer uitziet? Waar moeten we dan aan denken? Wat is dat nou? Ja, daar staat eigenlijk in hoe de trein eruit moet zien, wat hij moet kunnen. En daar staat ook eigenlijk alle eisen die je nodig hebt voor toelating, techniek. En in dit geval was het bijna 300 pagina's die het bestek. Dus dat is redelijk gedetailleerd. Maar staat daar bijvoorbeeld ook al een tekening in? Of hoe moet ik dat? Is het louter tekst? Of staan er ook bijvoorbeeld echt plaatjes in van oké, zo willen we dit of zo willen we dat? Ja, het is natuurlijk per klant is het verschillend hoe zo'n bestek eruit ziet. Mm-hmm. Maar als u vraagt naar hoe het bestek eruit zag van de V220, dan kan ik daar wel wat van zeggen. Dat was een heel moeilijk bestek. Heel moeilijk? Dat was een heel moeilijk bestek. Voor de leveranciers, het was opgebouwd uit de ene kant functionele eisen. En dat betekent eigenlijk dat erin staat van, er moeten in dit geval was het 525 passagiers zitplaatsen in. Ja. Hij moet 220 km per uur kunnen. Mm-hmm. Maar de keuze bijvoorbeeld voor een enkel of een dubbeldeks was niet gemaakt. Dus de vrijheid lag bij de leverancier om dat in te vullen op zijn manier. Even kijken, dus functionele eisen, het lijkt mij logisch dat je aangeeft hoeveel passagiers erin moeten. Ja. En is het dan niet logisch om niet te zeggen of je enkeldeks of dubbeldeks wil? Dat was een keuze van NS op dat moment. En had dat hebben dat zij verwacht? Uit hun marktconsultatie gehaald dat ze allebei de varianten in de lucht wilden houden. Oké, maar verrast u dat daar geen keuze over werd gemaakt? Nee, we wisten in de marktconsultatie dat NS dat allebei nog in de lucht wilde houden. Dus dat wisten we. Dus dat was in die zin geen verrassing. En u zegt net functionele specificaties. Ja. Wat is het verschil met een ander type specificaties? Nou ja, eigenlijk in de jaren 90 werden er specificaties door de vervoerbedrijven vooral gemaakt die heel technisch georiënteerd waren. Waarin de opdrachtgever zei van hoe de trein gemaakt moest worden. Een soort IKEA-bouwpakket, moet ik dat zo bedenken? Dat je echt helemaal instructies krijgt over wat je moet doen? Ja, goed. IKEA, dat... Het is even voor de leek, maar daar lag in ieder geval de kennis heel erg bij de opdrachtgever. Ja. En die gaf aan van op deze manier wil ik mijn trein bouwen. Mm-hmm. Heeft daarmee ook veel meer verantwoording naar zich toe getrokken. Later en ook in deze aanbestedingsprocedure is ervoor gekozen om de verantwoording bij de leverancier te laten. Maar het moeilijke van het bestek was dat dus aan de ene kant de functionele eisen van toepassing waren, mm-hmm. maar aan de andere kant ook heel veel technische eisen in stonden, waarin toch wel stond van, nou, je moet op deze manier productietechniek toepassen, op deze manier de systemen moeten uitgerust worden. Dat maakte het complex. De combinatie, dus het liet eigenlijk op twee gedachten, dat bestek. Ja, combinatie van functionele eisen en technische eisen. En wat het meest moeilijk maakte, het bestek, waren de eisen, de zogenoemde TSI-eisen die u al genoemd hebt, mm-hmm. die op dat moment nog niet vastgelegd waren. Dat waren eisen in Europa die een concept waren en nog niet vastgesteld waren door door de Europese gemeenschap en ook nog niet van toepassing verklaard waren voor dit soort materieel. Even kijken, daar heb ik twee vragen over. Dus is het dan raar? Ik bedoel, je weet dat ze eraan komen omdat ze zeggen, nou ja, als het er zijn, moet je het inbouwen. Was dat een echt vreemde vraag? Hadden ze het ook zonder kunnen doen? Nou, het is een vraag waar de NS niks aan kon doen. Want de HSL Zuid-organisatie heeft besloten om deze eisen, deze TSI-eisen, van toepassing te verklaren op het materieel. Ja. En dat is raar. En dan, u zegt ook, zei net ook, op dit materieel, dat ging om 220 materieel. Ja. U zegt dat is hoge snelheidsmaterieel, dus dat waren toch eisen... Formeel lag die grens niet bij 220. Ik weet niet of die bij 250 of 300 lag, dat weet ik niet meer. Maar die eisen waren formeel niet van toepassing op materieel wat 220 km per uur zou rijden. Mm-hmm. En toch heeft de HSL Zuid, de projectorganisatie, ze van toepassing verklaard. En die hebben ze meegegeven in de concessieuitvraag die NS later heeft gewonnen. Dus NS moest deze eisen doorzetten naar de leverancier, maar dat maakte het gewoon heel erg moeilijk.
Oké, dus we hebben een bestek waarvan u zegt dat was behoorlijk ingewikkeld, eigenlijk afwijkend. Het hinkt op twee gedachten. Enerzijds functioneel, anderzijds heel veel gedetailleerde voorschriften. Die TSI maakt het ook ingewikkeld. Ja, dat is dus de bovenop nog. Dus eigenlijk drie elementen wat het dan moeilijk maakte. En daarnaast was de derde ook weer? De derde waren dus die TSI's, die maakten het moeilijk. Ja. En als je dan toch nog één hebt, wat het ook moeilijk maakte, was het beveiligingssysteem ERTMS. Ja. Was ook van toepassing verklaard, zou in de baan komen, heeft ook de Hazelzuid-organisatie besloten. Mm-hmm. En deze specificaties waren ook nog niet helemaal uitontwikkeld. En dat maakte het ook moeilijk voor de leverancier om te zeggen, ja, wat moet ik daar dan mee? Ja. Dus dat was het eerste oordeel van Siemens over het bestek. Maar uiteindelijk, u heeft wel een bod gedaan of het ingediend. Daar komen we straks op. Ja. Kon je nou met bestaande treinen voldoen aan die opdracht uit bestek? Of moest je echt een compleet nieuw product gaan ontwikkelen? Nee, wij moesten zeg maar onze bestaande intercity materieel tot 220 km per uur. Wij hadden gekozen voor een locomotief plus dubbeldeks rijtuigen. Mm-hmm. Die moesten wij upgraden naar 220 km per uur. Dus dat was de eerste uitdaging. Ja. En daarnaast moesten nog al die eisen die normaal voor hoge snelheidsmateriaal van toepassing zouden worden, want dat waren ze nog niet, moesten we ook nog inbouwen, zeg maar, in dit materiaal. Maar je kon dus wel vanuit een bestaand platform, zoals het heet, wel werken en dat vervolgens helemaal upgraden naar... Ja, maar dat waren wel hele grote aanpassingen die we moesten doen. Ja. Is het toen ooit nog overwogen van, moeten we misschien een heel nieuw trein gaan ontwerpen? Nee, dat is niet overwogen. Nee. Okay. De Nederlandse en Belgische spoorwegen vroegen dus een bieding aan te leveren voor 16 treinen met een optie op 10 treinen. Ja. Dus potentieel 26 treinen. Ja. En de bieding die dan Siemens in april 2003 indient, die was niet geldig. Omdat er niet zoals gevraagd een prijs werd aangeboden voor 16 treinen, maar voor 26 treinen. Ja. Dus het maximale aantal. Waarom heeft Siemens een bieding uitgebracht voor te veel treinen? Ja, dan wil ik je even meenemen in het proces, zeg maar, wat we gekregen hebben. Toen we het bestek gekregen hebben, zijn we met een heel team van mensen, met name uit Duitsland, technisch specialisten, kostencalculator, die zijn samen in ons team, hebben het hele bestek geanalyseerd. Uh-huh. En gaandeweg het offertetraject, wat 4 maanden duurde, bleek steeds meer dat er heel veel risico's in het project zaten. Mm-hmm. Waardoor ook de risicoopslag voor op dit project hoger en hoger werd. Naarmate de tijd vorderde en beter uitgezocht was van wat gaan we nu eigenlijk aanbieden. Kunt u even voor de leek weer uitleggen wat risicoopslag is in dit Als je geval? Niet zeker weet hoe een bepaalde eis uitpakt of je die kunt realiseren, mm-hmm. dan reserveer je een risicotoeslag van stel dat het heel moeilijk wordt en ik moet er extra geld aan uitgeven. Heb je dat geld alvast gereserveerd. Zodat je niet later zeg maar de vragende partij hoeft te confronteren met meer kosten. Ja. Oké, ja. Dat is risicoopslag. Dat is risicoopslag. Dus je was met dat team bezig 4 maanden. Ja. En ontdekte allerlei risico's waarvoor u opslagen berekende. Ja. Maar dan nog steeds blijft de vraag, waarom een bod voor 26 treinen, niet 16? Vlak voor inleveren moet je een heel intern proces door binnen Siemens. Dus ook een heel intern proces binnen Duitsland, waarin je steeds hogere de handtekeningen nodig heb van de verschillende directeuren. En de hoogste baas van de treinendivisie had op het laatste moment besloten van ja, de eenmalige kosten zijn zo hoog en de productielijn is zo klein voor 16 treinen. Ik wil niet dat voor 16 treinen wordt aangeboden, maar alleen voor 26, dan ben ik bereid om het te doen. Ja. En niet voor 16, die lijn is mij te klein. Ja. Dus toen moesten wij de offerte indienen voor 26 treinen. Oké, ik zit nog even na te denken hoe dat dan gebeurt. Want nog even dus één stapje terug ook. Die risico's, wat voor risico's identificeren dat team nu? Met name dus wat ik net noemde. De combinatie van technische eisen die soms moeilijk in te vullen waren, omdat wij het anders in de fabriek deden. Ja. En maar met name de TSI-eisen en ook de brandveiligheidseisen die ook nog eens extra gesteld werden. UMTS of EETMS, ja, dat is weer wat anders. EETMS die ook nog niet uitontwikkeld was, dat leverde gewoon vooral de kosten. En vervolgens inderdaad, u bent met het team klaar, dan gaat het dus naar de directie zeg maar in Duitsland en die besluiten, dit doen we niet voor zo'n klein aantal. Ja. Maar is dan 26 ook niet een heel klein aantal? Nee, dat was dan de besluit om in ieder geval het maximale te pakken wat dan binnen de offerte gevraagd werd.
En hoe schatte u toen uw kansen in om de aanbestedingsprocedure te winnen? Niet groot. Omdat we wisten dat... Omdat we wisten, er was 16 plus 10 uitgevraagd en we hadden 26 aangeboden. Ja. Dus ik had daar op het moment dat we het inleverden niet veel vertrouwen in dat we de opdracht zouden winnen. Maar goed, als u het wel zou winnen, wat zou dan een reden kunnen zijn om hem wel te winnen? Ja, op het moment dat we hadden het wel gewoon voor die 26 en voor die prijs gedaan. Dus op het moment hadden, als we hem hadden gewonnen, bijvoorbeeld omdat we de enige aanbieder waren geweest, hadden we het project aangenomen. Met die enorme risico. Want, hoe hoog was het bod toen per trein? Ja, ik heb de offerte niet. Dus ik had de vraag wel verwacht. Maar ik heb de offerte niet. En ik weet ook niet meer precies. Maar volgens mij was het rond de 28 miljoen per trein. Voor 26 treinen. Dat ligt heel dicht tegen de prijs van de ICE aan dus. Ja. Van de 30 miljoen. Maar u schatte dus in dat u de aanbesteding waarschijnlijk niet zou winnen. Waarom dient u dan toch een bod in? Ja, je gaat zo'n heel traject in met een heel team. En dat had nog een keuze kunnen zijn. NS verwacht ook dat we een aanbieding zouden doen. Dus op het eind was de keuze van wat gaan we doen. En toen heeft de hoogste baas besloten, oké, we dienen in, maar wel op die en die voorwaarden. Maar dus die keuze is eigenlijk gewoon gemaakt. Is het dan om de relatie goed te houden? Dat je dan toch, want hoe duur is zo'n hele het opstellen van zo'n bod? Als je inderdaad alle uren van de mensen meekent, dan zit je toch op meer dan 1 miljoen euro dat zo'n offerte maken kost. Dus ook alleen daarvoor al hebben we het bod ingediend. En er is altijd de kans dat je de enige aanbieder bent. En dan hadden we het ook gewoon gedaan. Had je het echt voor die prijs kunnen doen? Dan hadden we het gedaan, ja. Was het voor Siemens een interessante opdracht? Het bleek dus gaandeweg van niet. Omdat het dus een echt speciaaltje was. Een speciaaltje? Ja, in die zin gewoon een aparte trein binnen ons palet. Wat ik zei, wel de verschillende ranges tot 200 en daarna hoge snelheid. We wilden graag de ICE verkopen in Europa en dat was eigenlijk onze doelstelling. En dit was, ik vroeg net even een bijzin, maar was het nu ook om de relatie met de NS goed te houden? Dat jullie alsnog zoveel werk hebben gemaakt van dit offertetraject? Dat ook. Het is beter dat je een offerte dan gewoon indient, als dat je zegt ik dien hem toch niet in, terwijl de klant het verwacht. Ja. En ja, we hadden een relatie met NS, ook de levering van de 4 ICE-treinen. Ja. Speelde nog een aanbesteding met NS. Welke? De Sprint en Light Train. Dat zijn de stoptreinen. Daar was hij op dat moment mee bezig toen? Ja, die liep iets later in de tijd, maar die liep op dat moment bijna gelijktijdig. En Siemens wist, daar zijn we ook voor in de rest. Die heeft Siemens uiteindelijk gewonnen, toch? Ja, samen in consortium met Bombardier. Ja. Ik geef even het woord aan de voorzitter. Ja, u zei net... Klein stapje terug. Zo'n trein, we konden hem upgraden naar 220. Ja. Kon u hem ook gemakkelijk upgraden naar 250? Nee. Dat zou echt een totaal andere trein hebben moeten worden. Ja, want we hadden een locomotief die tot 200 kan. Nou, 10% extra, dat was gelukt. Maar tot 250, dat is ook nooit te sprake geweest. De eis was een minimale maximum snelheid van 220. Die hebben we geboden. En daarmee had u de rijtijd kunnen halen, omdat u snel optrok bijvoorbeeld. Kunt u daar iets over zeggen? Nou ja, de rijtijd werd wel gevraagd in het bestek. En we hebben ook wel wat meegeleverd. En ik weet eerlijk gezegd niet meer of wij op basis van die berekening de rijtijd van 93 minuten gehaald hebben. Wat ik wel weet is dat de informatie betreffende het traject heel sumier was in het bestek. Okay. Je hebt daar heel veel gegevens voor nodig en die gegevens die waren toen heel sumier. Misschien omdat het nog niet helemaal duidelijk was hoe het traject precies zou zijn, maar Okay. Dat is wat ik me van herinner. Dank u wel. Goed, dan gaan we nu naar de tijd die dit soort zaken kosten. We hebben net dus geconstateerd dat treinen altijd geschikt moeten gemaakt worden voor het spoor waar ze op gaan rijden. Dus eigenlijk zijn ze altijd wel maatwerken. Je kunt niet zomaar van de plank een trein rukken en bouwen. Nee, niet helemaal. Nee. Net wat ik zeg, in elk land is het net even anders. Bijvoorbeeld de bovenleidingsspanning in Nederland, 1500 volt, is al bijzonder. Ja. Dat komt bijna nergens voor. Nee? Nee. Niet, ja, in Polen geloof ik nog ergens. En dus elke keer als we de grens overgaan, dan moet de trein een andere voltage aankunnen. Ja. Hoeveel tijd kost een aanbestedingsprocedure voor treinen normaal gesproken, zeg maar, van het moment van aankondigen in dat Europees publicatieblad tot het tekenen van de opdracht? Hoeveel tijd kost dat in de regel? Nou, je kunt het in 18 maanden, is ongeveer wel een tijd dat... Anderhalf jaar, dat is normaal, zeg maar, zo'n procedure. Okay.
En wat zijn in de industrie normale leeftijden? Zeg maar vanaf het moment van ondertekenen van het koopcontract tot de aflevering van de eerste trein? Dat is ook weer afhankelijk of het helemaal een trein is die exact is zoals je hem al, als je hem al bouwt. Ja. Of dat je een helemaal een nieuwe productielijn ervoor voor op moet zetten. Daar is het van afhankelijk. Bijvoorbeeld die 4 ICE's voor Nederland, hoe lang heeft dat geduurd vanaf het moment van tekenen tot leveren? Dat weet ik niet precies, maar het was wel een voortzetting van de productielijn die al draaide op dat moment voor DB. Dus dat kon, dus relatief, kon je snel. Relatief snel, want dan kon je eigenlijk gewoon de productielijn laten draaien en 4 extra treinen daarvoor bouwen. En ik weet het niet precies, maar die Sprinter Light, dat was een relatief nieuwe trein, toch? Dat was ook gewoon voor de Nederlandse markt moest die aangepast worden. Maar was al wel met elementen van in het platform wat paste. En hoe lang was de levertijd van Sprinter Light? Volgens mij was het daar 3 jaar of zo. 3 jaar? Ja. Ja, dus minimaal 3 jaar voor een trein ben je wel kwijt. Minimaal. En als je een trein hebt met veel technologie, heeft hij een beetje kunnen berekenen hoeveel tijd het zou kosten om die uitvraag van de toen nog V220 te maken? Nou ja, ik weet dat er was 40 maanden, meen ik me te herinneren, dat de trein geleverd moest zijn. En dat was dan, een contractering zou dan eind 2003 plaatsvinden. Mm-hmm. Maar wij hebben een levensschema aangekondigd wat niet daarmee in overeenstemming was. Wij konden die levertijd niet halen. Weet u nog hoeveel maanden u nodig dacht te hebben? Nee, nee. Nou, u heeft misschien de offerte, langer. Misschien weet u het. Dat hebben we vast ergens. Eigenlijk ook wel benieuwd naar, ik weet het niet meer. Nou, misschien dat we het zo meteen nog even ergens vinden. Ik heb het hier ook niet paraat. We hebben vorige week in de verhoren kunnen horen dat HSA vanaf 2007 een forse jaarlijkse concessievergoeding moest gaan betalen. En HSA had er dan ook groot belang bij dat die treinen dus op tijd geleverd zouden worden. Ja. U zei net dat Siemens dacht bij het indienen van het bod dat ze het waarschijnlijk niet op tijd konden leveren. Ja. Het was toen bedacht april 2007. Weet u toen nog wat de gedachten bij het biedende team waren? Wat bedoelt u van? Nou ja, dus in de uitvraag stond april 2007. Ja, dat is die 40 maanden volgens mij. Ja. Toen was dus al duidelijk, dat gaan we dus nooit halen. Dat was voor ons duidelijk, dat wij dat niet konden. Ja. En dat lukte niet, tenminste als ik het goed begreep, binnen de gewenste leeftijd, omdat er zoveel nieuwe en onbekende technologie ingebouwd is. Ja, je hebt een enorme ontwikkelingstijd. Ja. En je moet een hele nieuwe productielijn moet je opzetten. Ja. Ook nog leveren, testen. Ja. Ja, dat was gewoon niet te doen. Ja. Leveren, testen zou dus niet kunnen binnen die tijd. Nee. Voor ons dan, hè? Ja. Nog even over die aanbestedingsprocedure. Vanaf het moment dat die biedingen van die treinen, dat de biedingen van de treinenbouwers binnenkomen, dat is april 2003, ja. Dan duurt het nog een jaar tot ongeveer mei 2004 voordat het koopcontract ondertekend wordt. Is dat nou een gebruikelijke periode van bieding tot tekenen van contract? Een jaar is wel lang. Een jaar is wel lang. En volgens mij was ook de planning dat er eind 2003 getekend zou worden. Ja. Dus. Het heeft langer geduurd. Ja. Maar goed, ik ben niet bij dat proces betrokken geweest. Dus ik weet niet wat er in die tijdsperiode allemaal gebeurd is. Mm-hmm. Alleen van de zijlijn kunnen volgen. Ja. Oké, ik geef het woord aan mijn collega Bergkamp. Ja, meneer Van Marrewijk, ik heb een aantal vragen over het testen en het functioneren van een nieuwe trein. De CEO bij Siemens Nederland, de hoofdbestuurder, de heer Van der Touw, heeft laatst aangegeven in een interview. Het Vira-debakel had ons ook kunnen overkomen. En hij wijt het falen van nieuw materiaal aan een gebrekkige testperiode. Hij zei daarover, vroeger namen we als samenleving meer de tijd om dingen te testen. Zou u voor ons kunnen toelichten hoe over het algemeen het testen van een nieuwe trein, hoe dat plaatsvindt, hoe dat proces eruit ziet? Nou, als eerste zijn het de woorden van de heer Van der Touw. Niet die van mij, maar ja, testen, je hebt eigenlijk de verschillende systemen die in een trein ontwikkeld zijn en ontworpen zijn, die worden als eerste getest. Dus tractieinstallatie of draaistel. Dat wordt aan zich wordt dat getest. Daarna wordt, als de trein in elkaar gezet wordt, wordt de eerste trein bij de leverancier zelf getest. En daarna, mogelijk als er daar beschikking toe is, op een eigen testbaan. En daarna wordt het voertuig naar de klant gebracht. En daar vindt ook nog een testperiode plaats. Met name omdat daar de infrastructuur van de klant anders kan zijn dan bij de leverancier zelf.
Dus er vinden verschillende fases plaats. Je gaat eerst kijken naar het ontwerp, de onderdelen. Dan ga je op een gegeven moment ook met de trein zelf, zeg maar, rijden. En vervolgens is er dan nog een periode om, zeg maar, een soort proefbedrijf te hebben. Om net te doen alsof je al van start gaat met een commerciële dienst. Ja, het is een testbedrijf. Proefbedrijf is met reizigers, dus dat is wat anders. En dat komt er ook nog vaak na. Ja, dus je hebt verschillende fases. In dat hele proces krijgt een trein ook certificaten. Certificaten voor het ontwerp, certificaten voor de productie. Mm-hmm. Wat zeggen die certificaten? Die certificaten zeggen in die zin van uit de systemen dat ze veilig zijn. Meestal is dat het criterium. Veilig, dat alles wat gemaakt wordt, dat ze veilig zijn. En dat is... Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja, dus niet zozeer betrouwbaarheid, maar veiligheid. Ja, veiligheid is het belangrijkste. En daarnaast wil je natuurlijk ook als leverancier dat alles zo betrouwbaar mogelijk is. Maar dat wordt niet altijd met certificaten vastgelegd. Er wordt ook een certificaat gegeven voor het kwaliteitssysteem, voor het productieproces. Zegt zo'n certificaat dat het kwaliteitssysteem, het proces, dat dat goed in elkaar zit bij een fabrikant? Is dat een garantie? Het is in ieder geval dat het proces goed in elkaar zit. Maar of dat dan ook gevolgd wordt, dat is vers 2 natuurlijk. Dat wordt dan ook vaak nog gecheckt door de klant zelf. Of de leverancier zich daaraan houdt. Dus zo'n certificaat zegt meer iets over de theorie. Over het proces. Dat het in theorie, zeg maar, proces goed in elkaar zit. Maar nog niet zozeer of het ook in de praktijk wordt toegepast. De leverancier moet ook aantonen hoe hij dat dan in praktijk toepast. Dus het is niet alleen papier. We moeten ook aantonen hoe hij in de productie dan zijn kwaliteitssysteem op orde heeft. Maar dat is aan de fabrikant zelf? Ja, van de fabrikant zelf. En soms heb je ook dat een independent safety assessor, een ISA, daar ook nog een rol in speelt en daar ook naar kijkt. En je hebt ook een onafhankelijke keuringsinstantie die certificaten afgeeft. Ja, dat is die ISA. Dat is de ISA wat u bedoelt, een notified body ingewikkelde term. Ja. En die is dus onafhankelijk en die toetst dus ook of zo'n kwaliteitssysteem ook in de praktijk wordt gebracht. Ja. Dus op een gegeven moment krijg je alle certificaten en dat is een soort bewijs dat de trein veilig is. Ja. We hadden het net even over de uitspraken van de topbestuurder van Siemens. Herkent u dat er vroeger meer tijd werd genomen om te testen en dat het tegenwoordig allemaal wat vlugger en wat sneller moet? Ja, dat verschilt per project. Er zijn ook genoeg projecten waar gewoon wel de ruimte voor een testfase ingeruimd is en... Dus het verschilt per project. U kunt niet zeggen in algemene zin wat eigenlijk de hoofdbestuurder zei, dat het tegenwoordig sneller moet. Okay. Nee. In 2012 wordt er van start gegaan met de Vira-dienstregeling. September gaat de trein naar Rotterdam en december gaat de trein naar Brussel. Er zijn best wel wat problemen. Er is ook uitval van de treinen. Ja. Ook bij de introductie van de sprinters waren er problemen. Ja. Is het nou zo dat er bij de introductie van alle nieuwe treinen kinderziektes zijn? Ja, in principe zijn er altijd wel kinderziektes. En dat komt ook omdat het niet een 100% standaard product dan is. En dan kon er altijd iets in de operatie, kan er iets gebeuren waar dan de leverancier in zijn garantieperiode dat moet oplossen. Dus ja, dat komt bij elk materiaal eigenlijk wel voor. En dus ook bij de treinen van Siemens? Ja, bij de Sprinter is dat ook voorgekomen. Ja. En wanneer weet je nou of het een kinderziekte is en wanneer weet je nou of er een structureel probleem is? In welke fase zie je dat? Dat zie je eigenlijk op het moment dat het optreedt. En als het vaker optreedt, hetzelfde probleem, dan weet je dat het structureel is. En dan dat kan. Dan in de garantieperiode, dat is ook gedekt, gaat de leverancier dan een aanpassing maken aan het ontwerp. En wordt het over alle treinen wordt er een aanpassing toegepast. En op het moment dat iets eenmalig optreedt en het wordt geanalyseerd en bekeken is dat het een productiefout is bijvoorbeeld, dan kan het zijn dat er in de productie een extra aandacht opgevestigd wordt. En dan wordt in ieder geval dat probleem opgelost. Dus dat is per geval gewoon verschillend. Maar je zegt het verschil tussen een kinderziekte en een structureel probleem is... bij een structureel probleem zie je een herhaling. Ja. En bij een kinderziekte zie je dat één keer, dan los je het op en dan is het ook weg. Ja, als het goed geanalyseerd wordt, dan wordt er nagekeken van is dit structureel of is dit een productiefout. En bij nieuwe treinen zegt u van kinderziektes komen voor, maar ook structurele problemen. Soms komt dat voor, ja. En dat betekent dan dat je het ook weer moet komen tot een herontwerp en dat je de treinen moet aanpassen? Ja, dat ligt dan ook aan. Soms kan het heel eenvoudig zijn om dat aan te passen. Dus
Dat verschilt gewoon per keer. En ik weet, als u hier bedoelt op dit materieel, weet ik gewoon niet wat de problemen die opgetreden zijn, wat dat voor soort problemen zijn. Dat zult u aan de mensen moeten vragen die dat onderzocht hebben. Die komen waarschijnlijk volgende week nog. Dus. Nou ja, daarom stellen we dat soort vragen ook niet aan u, maar stellen we meer de algemene vragen hoe zo'n testperiode eruit gaat. En het komt dus voor dat een gecertificeerde toegelaten trein kinderziektes heeft en structurele problemen. Dat is niet iets wat heel raar is. Nee, dat komt voor. Ja. Oké, dank u wel. Ik geef het woord weer aan mevrouw Vos. Ja, ik wil nog even over de prijs per trein. We hebben het net even gehad over die risicoopslagen die erbij moesten. Wat was nu de verhouding tussen de kale prijs van de trein en de risicoopslagen die u erbij heeft moeten rekenen? Nee, dat is echt gokken voor mij. Dat weet ik niet meer. Ik weet de uiteindelijke prijs niet eens meer precies. Dus de hele kostencalculatie die daar onder zit, werd bovendien ook nog door mijn collega's uit Duitsland gemaakt. En niet door mijzelf. Mm-hmm. Dus ik was degene die alle elementen van de aanbieding bij elkaar moest verzamelen. Zorgen dat alle technische elementen en de prijs in de juiste envelop en alles samengevoegd en op tijd bij de klant kwam. Ik heb dat inzicht niet. Dus daar durf ik nu ook geen uitspraak over te doen. Weet u bijvoorbeeld nog hoe, want hij is dus gebaseerd op die trein die 200 kon. Ja. Wat de prijs per treinstel was van die 200? Ja, het was gebaseerd op ook weer een combinatie van een locomotief die 200 kon en dubbeldeks rijtuigen die ook 200 konden. Dus het waren eigenlijk twee elementen die dus geüpgrade waren. En de exacte prijs van in die tijd, ik weet het gewoon niet. Dat is allemaal gissen als ik nu een bedrag noem. Dus dat doe ik niet. Nee, want u had het net inderdaad over het speciaaltje. Een hele speciale trein in de range tussen de gewone treinen en de ICE's. De prijs lag uiteindelijk best dicht bij die van de ICE. Is het nooit overwogen van, dan kunnen we net zo goed een ICE gaan aanbieden? Ze willen toch een hoge snelheidstrein? Nee, dat is niet overwogen. Om meerdere redenen. Dat onze ICE was toen de analyse, kon de 525 zitplaatsen niet kwijt. Dus dat was eigenlijk al vrij duidelijk aan het begin dat we die niet konden aanbieden. En daarnaast, de ICE uit die tijd voldeed ook niet aan die TSI hoge snelheidseis. Dus die moest ook nog een keer aangepast worden. Pas als het een 1-op-1 dezelfde ICE aangeboden kon worden, die NS waar het er al vier van hadden, dan zou het interessant geweest zijn. Maar dat kon niet, omdat als je begint gewoon te redeneren vanuit het zitplaatseis, was het al helemaal niet. Dat is een van de eerste dingen die je doet. Nee. Oké. Dan gaan we naar het volgende aspect. De verantwoordelijkheid van de productie. Oh, sorry. En dat doet mijn collega, de voorzitter. Helemaal goed. Ja, want we hebben nu ingezoomd op het bestek, op de specifieke eis. U gaf aan, het hangt een beetje op twee gedachten, functioneel, specifiek. U geeft aan, eigenlijk moesten alle eisen waren van kracht voor deze speciale trein, in combinatie met een concept dat er nog niet was. Dat was dus al een hele behoorlijke uitdaging. Ja. Zat er nou ook een uitdaging in de commerciële voorwaarden? Ja, er was een concept koopovereenkomst bijgevoegd. Wel een concept, dus we konden hem becommentariëren. En die concept koopovereenkomst, die was ook stevig. In welke zin stevig? Dat de boetes hoog waren, de betalingsschema voor de leverancier niet in overeenstemming was met de cashflow voor het project, dus de uitgaven die je zelf maakt. En met de verantwoordelijkheden die naar de leverancier geschoven werden. Kunt u die drie nog iets nader uitleggen wat u daarmee bedoelt? Nou ja, betalingsschema is eigenlijk, je hebt een aanbetaling en die was relatief laag. Moet je weer met onderleveranciers te maken hebben? Ja, vanaf na contractering moet je gelijk ook al je onderleveranciers contracteren en die moet je ook betalen. Dus in die zin was de betalingsschema niet in overeenstemming met wat wij normaal uitgeven in een project. Dat was één. En de boetes waren hoog. Ik weet niet meer hoe hoog, maar die waren fors. En boetes zijn als op je iets niet... Op levering, op lifecycle costs, op betrouwbaarheid, dat soort zaken. Mm-hmm. En de garanties die gesteld moesten worden en de verantwoordelijkheden. Dus juridische liability, in Nederlandse termen, aansprakelijkheid. Die waren ook fors, dus eigenlijk werd de verantwoording in dat conceptcontract bij de leverancier volledig neergelegd. Is dat ongebruikelijk in die tijd? Nou, het was niet ongebruikelijk, maar het was wel echt heel stevig neergezet. En we hebben hem dus ook becommentarieerd en heel veel zaken in het conceptovereenkomst niet geaccepteerd.
en een eigen voorstel gemaakt waarvan wij vonden wat reëel was. Er wordt vaak gesproken in termen van turnkey. Je hoort ook nog wel eens een andere term. Kunt u daar iets over zeggen? Nou, turnkey was het niet. Tenminste, mijn definitie is turnkey dat je ook het onderhoud en eigenlijk ook de infrastructuur in de markt legt, zodat hij verantwoordelijk is voor alles. Mm-hmm. Dat was hier niet het geval. Het was een aanbesteding van materieel, het was dus een levering. En dat was op basis van design en construct. Dus ontwerp en constructie, die verantwoording lag bij de leverancier. Oké, dus dat maakte het eigenlijk ook nog bijzonder, begrijp ik. Nee hoor, design en construct was in die tijd in principe normaal. Oké. Dus wat het bijzonder maakte in commerciële termen is dat alle verantwoordelijkheid bij de leverancier werd neergelegd. Ja, maar we mochten het contract becommentariëren. Dus ik ga ervan uit dat er dus als je een ronde verder komt, dat daar in de onderhandelingsronde daar nog over gesproken kon worden. En reserveonderdelen hoor je ook nog wel eens iets over. Was dat nog iets bijzonder in de bepalingen? Nou, dat zou ik niet meer weten. Oké. Welk risico brengt dat nou met zich mee als er zoveel verantwoordelijkheden bij een leverancier worden neergelegd? Ja, het risico kan zijn dat je dus met hoge boetes wordt opgezadeld als je iets niet haalt. Dat is gewoon geld. Mm-hmm. Dus de verantwoordelijkheden, als je die wegschrijft naar een leverancier, het is net een verzekering, je betaalt een premie. En dus ook in onze calculatie ging de premie ook omhoog. Mm-hmm. U zegt, het waren bijzondere bepalingen in het conceptcontract. Hoe zou u nou zo'n contract kwalificeren, als je daar een term aan moet geven? Wat vond u van het contract? Nou, dat was een zwaar contract. Een zwaar contract. Ja. Dat was de duiding die u eraan gaf. Ja. We zien dan dat er een vrij kostbare investering is gedaan. Ja. Omdat we het belangrijk vinden dat er snel vervoer overgaat. Kunt u daar nog iets over zeggen? Is het nou een verstandige keuze geweest om het op deze manier in te richten? Mm-hmm. Dus een aparte lijn en een totaal concept. Of zou het, omdat het zo weinig treinen zijn, niet verstandiger geweest zijn om het als een soort integraal concept aan te bieden? Kunt u daar nog iets over zeggen? Volgens mij zijn die overwegingen ook ooit wel eens gemaakt, maar dat heeft zijn voordelen om het te doen. Maar ik denk dat het ook gewoon op de methode zoals het nu is neergezet, dat het ook wel had kunnen werken. Als je maar helemaal aan de voorkant ook goed had geïnventariseerd van wat voor types materieel kan hier nu overheen rijden, wat voor type materieel kan over een hoge snelheidstrein rijden. Wat rijdt er nu allemaal al? En welke eisen gaan wij aan deze lijn stellen? Daar is het vanuit het materieel oogpunt in mijn ogen fout gegaan. Oké, dat er te veel werd gevraagd. Ja, en de markt lost het wel op. In dit geval de leveranciers moeten het maar gewoon invullen. Mm-hmm. Dus ik denk dat daar vanuit aan de beginkant bij de Azel Zuid-organisatie, dat daar wel wat beter marktonderzoek gedaan had kunnen worden, of beter naar de leveranciers had kunnen luisteren. En dan was het misschien wel in die zin een succes geworden dat er nu beoogd vervoer had kunnen rijden. Had je in ieder geval een bestek gehad wat met materieel wat geleverd kon worden. En dan had je veel minder risico's in het project gebracht. Dus nu de combinatie van al die technische eisen, ja. Een snelle trein, ja. Alle eisen van toepassing verklaren op een trein die er nog niet is, met alle eisen die nog ontwikkeld moeten worden. Ja. Met een contract waarvan nu aangeven, dat was een heel zwaar contract. Daar hadden echt nog wel onderhandelingen over gevoerd moeten worden, want dit... Zou u dat hebben geaccepteerd, het contract dat daar lag? Op dat moment, moment? Nee, want wij hadden het becommentarieerd en ook voorstellen gedaan van hoe het anders zou moeten. Was u daar ook in overleg al over? Nee, of nee. We hebben het ingeleverd met onze overeenkomst zoals wij die zagen. En daarna hebben we een telefoontje gehad dat we niet meer meededen. Oké, okay. Dus een beetje lastig van als-dan vraag. Maar denkt u dat Siemens op zo'n moment zo'n contract zou hebben geaccepteerd? Dat is inderdaad lastig zo'n als-dan vraag, dus dat weet ik niet. Nee, gebeurt het wel eens dat het gewoon op dat soort contractuele punten gewoon afketst? Dan van nou dan niet, jongens? Ja, dat kan gebeuren, ja. Mm-hmm. Ik heb niet zo snel een voorbeeld paraat, maar uiteindelijk, als er twee partijen zijn die iets willen, dan zou je eruit moeten komen. Was nou eigenlijk die zitplaats, omdat er hoge prognoses waren, misschien wel juist voor Siemens de bottleneck geweest, omdat ze anders die trein hadden kunnen aanbieden, weliswaar aangepast aan TSI's, maar dat het een omgebouwde ICE had kunnen zijn. Was het dan allemaal makkelijker geweest? Nou, ja, dat zijn allemaal als-dan vragen. Ja, ja. Dat is een hele moeilijke situatie. Dan hadden we het hele plaatje opnieuw moeten bekijken. En dan is ook de vraag hoeveel kilometer per uur moet de trein kunnen rijden? Want als je een trein niet 300 kan rijden, 220 laat rijden, Dat is ook een beetje zonde. Is dat zinnig?
Ja, oké. Okay. Kijk even naar mevrouw Vos. Ja, ik had nog een vraag. We hebben dus, Siemens heeft ervaring in Duitsland met behoorlijk lange hoge snelheidslijnen, infrastructuur. Mm-hmm. Is het nou zinvol om voor een relatief kort stuk HSL aparte treinen te bestellen? Met uw ervaring, heeft u daar wel eens over nagedacht? Ja, zinvol. Nogmaals, op het moment dat je dan een trein bestelt die enigszins in de productiesegmenten ligt van de leveranciers, dan kan dat. Dan kan dat. Dan is het geen probleem. Dus op het moment dat bijvoorbeeld gekozen was voor een trein tot 200 km per uur, zonder die TSI-eisen, dan had je al een veel realistischer case gehad. Maar goed, in dit geval moest dus vanwege de concessie allerlei eisen die werden gesteld vanuit de infrastructuur. Ja. De NS moest dus allerlei dingen vragen, waardoor er uiteindelijk een apart concept, een ingewikkeld concept en ook een klein aantal werd besteld. Dus als we het zo samenvatten, dat was die opdracht. En Siemens heeft toch, om de relatie goed te houden, wel meegedaan aan deze tenderprocedure. Ja, maar niet alleen om de relatie goed te houden. Ik heb net al aangegeven van hoe zo'n offertetraject gaat en waarom we meer geleverd hebben. En als iemand had gewonnen, stel dat er helemaal geen andere aanbieders waren geweest en Siemens de enige die overgebleven was, dan was het wel aantrekkelijk geweest voor Siemens om toch alsnog deze 26 treinen te bouwen. Ja, maar dan hadden we het volgens ons lege schema gedaan. Volgens uw prijs. Volgens onze prijs, met onze condities voor het contract, hadden we het op die manier gedaan. Oké, dank u wel. En dan was, om in uw woorden te blijven, het misschien wel een realistische case geweest, maar nu was het dus niet een realistische case. Nou, voor Siemens was het een moeilijke case en daarom hebben we aangeboden wat we hebben aangeboden. Oké. Okay. Wij komen tot een afronding van dit verhoor met nog één vraag van de heer Elias. Mag ik nog één vraag stellen? U zegt die als dan vragen kan ik niet beantwoorden, dat snap ik. Hoe was toen, laat ik het dan anders vragen, hoe was toen de reactie van u en uw mensen toen u dat bestek zag? Want u heeft net beschreven, dat was eigenlijk onprofessioneel. Hoe was toen uw reactie? Nou, de reactie was eigenlijk dat je zag dat het hinkt op meerdere gedachten. Dat het ook niet één consistent geheel was. Dat heb ik net al enigszins uitgelegd. Functioneel en technisch door elkaar. Je zag duidelijk de eisen van de NMBS erin terugkomen. En het was niet een consistent geheel wat ook paste binnen ons product. Segment. Je zit er met een aantal mensen bij elkaar. Zijn jullie ook tegen elkaar? En dat is meteen mijn laatste vraag. Ze zijn niet helemaal lekker bij die NS of bij die HSL-projectdirectie. Als ze dit soort dingen gaan vragen, dat moet fout gaan. Nou, ik weet niet meer wat we tegen elkaar gezegd hebben. Maar wij zijn hiermee aan de slag gegaan. We wisten waar we aan begonnen. We hebben het bestek geanalyseerd. En er is uitgekomen wat er is uitgekomen. Dus. Ik sla nog even aan op wat u zei. We zagen duidelijk de eisen van de NMBS er doorheen. Ja. Was er dan een heel duidelijk verschil? Was er een verschil in de inzicht? Ja, de eisen van de NMBS waren nog heel technisch georiënteerd. Wat ik al zei, van op deze manier bouw je een trein. En aan deze normen of aan deze Belgische normen moeten we voldoen. Dat maakte het gewoon extra moeilijk. En had u dan ook apart contact met de Belgische partijen of was het allemaal in één? Nee, het was NS had echt heel duidelijk één aanspreekpunt en dat was de inkoop van de NS. Oké. Meneer Van Marwijk, wij komen zoals gezegd tot een afronding van dit verhoor. Wij hechten er wel aan om nog een aantal afsluitende vragen te stellen. En een belangrijke vraag is die wij willen stellen is of er voor u nog signalen, aanwijzingen waren dat er zich onregelmatigheden hebben voorgedaan in het hele proces? Nee. Geen signalen van niets concreets, niets ideeën? Nee. Oké. Zijn er nog punten waarvan u zegt in die aanbesteding, er is niet concreet naar gevraagd, maar ik vind het wel belangrijk om dat nog op te merken? Nee, het belangrijkste punt wat ik, maar dat heb ik al een paar keer gezegd, zijn die... eisen die aan de voorkant. Ik vind dat bij professioneel opdrachtgeverschap ook hoort. Dat je iets in de markt zet wat ook maakbaar is. Ja. En ik denk dat er niet voldoende geluisterd is naar de leveranciers bij het opstellen van de eisen die voor de hoge snelheidslijn golden en die meegenomen zijn in de concessieovereenkomst. Ja, en heeft u helder aangegeven, het ging er met name om dat totaalpakket, heel specifiek. Ja. En nog de contractuele eisen erbij waar u in ieder geval op het moment dat u in de race was niet aan zou hebben voldaan. Ja. Oké. Okay. Oh. Het roept op. Een nabrander inderdaad.
U zegt van complexe eisen heeft u al een aantal keer gesteld. Vindt u nou ook dat de NS misschien nee had moeten zeggen? Van dit is te complex, ik had dit niet moeten aanvaarden als concessie? Ja, dat moet u aan de NS vragen, dat moet u niet aan mij vragen natuurlijk. Ja, ik kan het alleen vanuit het materieel bekijken. Ja, maar u zegt wel heel kritisch over de HSL-organisatie. Bent u vrij kritisch, hè? Van er zijn eigenlijk eisen gesteld die veel te complex waren. Voor het materieel, ja. Ben ik dat. Maar je hebt natuurlijk een soort vraag- en aanbodrelatie. Dat het ook belangrijk is dat als het te complex is, dat er een signaal komt van het is te complex, we kunnen dat niet aan. Ja, maar dan nog is het de keuze van de aanbieders om daarmee door te gaan of niet. Ja, oké. Okay. Ja. En u heeft helder gemaakt dat u dat niet heeft gedaan. Prima, dan sluit ik hiermee dit verhoor. Oké.